Verskate horecazaken op Schiermonnikoog willen op 16 maart de dwarren iepenje. Reden is het verlet van perspectief van de horeca, na de laatste persconferentie van premier Rutte. We hebben behoefte aan een stip aan de horizon. Het gebrek aan perspectief, wat we natuurlijk al een tijdje ondervinden, dat gaat steeds meer pijn doen. En we hadden eigenlijk gehoopt gisteren tijdens de persconferentie een stip aan die horizon te krijgen. Die is niet gekomen voor de horeca. Ja, nu nemen we het heft in eigen hand en nu kiezen we voor onszelf een stip aan de horizon. De ondernemers willen mij de oproep vooral een signaal aljaan richting de oerhiet. Maar het is wel de bedoeling dat gewoon horecazaken door 3 weken echt open gaan op het eiland. De intentie nu is echt om open te gaan op 16 maart. Kijk, anders zijn dat loze woorden en heb je daar niet veel aan. Moet het ook niet serieus genomen. Ik vind ook echt dat het nodig is. Aan de andere kant, ik vind ook dat we het verdienen. Ik denk dat wij als horeca prima in staat zijn om binnen de bestaande regels open te kunnen. Om gasten een veilige plek te bieden met inachtneming van alle coronamaatregelen zoals die er zijn. Dat hebben we in het verleden ook bewezen. Dus ik zie ook niet waarom dat nu niet zou kunnen. De gemeente Schiermonnikoog wordt verwieten te min mij te libben met de ondernemers. De zoete min contact en stiepe wijze van de gemeente voor de horeca op het eiland. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog spreekt dat lijkwijls tjen. Ze zei het ook dat de ondernemers haar gewoon om de landelijke regels te houden. De regels die gelden voor corona die worden niet op Schiermonnikoog gemaakt, maar die moeten ook wel op Schiermonnikoog worden nageleefd. Dus dat doen wij ook. En nogmaals, kijk, wij zijn uitgebreid met de ondernemers in gesprek. Wij zijn hier ook bezig met een ronde hoe wij ondernemers tegemoet kunnen komen op het moment dat er weer meer mogelijkheden zijn. Dus meer ruimte voor terrassen, extra ruimte op de campings, misschien iets met de winkels ook gaan doen. Dus daar zitten wij serieus naar te kijken. Ja, maar op dit moment is er helaas heel weinig mogelijk.